Ja, denk ik. De heer Abadel, de heer Van der Raad, de heer Schriekenberg, mevrouw Van der Veld. Als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. U bent een toegewijde docent die beschikt over een grote vakkennis. U stimuleert studenten in het nadenken over de vele vragen die op het raakvlak van geloof en levensstroom te stellen zijn. U weet de verbanden tussen de verschillende levensterreinen inzichtelijk te maken. Naast deze professionele arbeid heeft u veel maatschappelijke activiteiten verricht in de gemeenschap van gelovigen. U geeft al 35 jaar door het hele land bijbellezingen en spreekbeurten in gemeenten met diverse achtergrond. Van PKN tot de evangelische charismatische bewegingen. In de afgelopen 25 jaar heeft u een actief aandeel gehad in de tv- en radioprogrammering van de evangelische omroep. U maakt deel uit van het wekelijkse radioprogramma Deze Week, waarin ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de voorbije week worden besproken. U bent een van de belangrijkste opiniebepalende personen in de achterban van de evangelische omroep. En vanuit die achterban ook in de Nederlandse samenleving. Ook in de kerkelijke gemeente Het Eikpunt in Utrecht heeft u op waardevolle wijze geparticipeerd. Steeds weer kwam u met nieuwe, frisse ideeën. U ging voor in vele diensten en heeft de gemeente met woord, hoofdletter, met woord en daad gediend. U bent gastprofessor aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Het is onvoorstelbaar, maar naast alle genoemde activiteiten wist u ook nog tijd te vinden, vraag me af hoe, te schrijven en te publiceren meer dan 120 publicaties en boeken, alles bij elkaar met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Mede door uw ijver en energie hebben uw werkzaamheden een brede uitstraling gehad op heel kerkelijk Nederland. Graag deel ik u daarom mee dat op Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Van harte.